Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 en dat is voor morgen. Vandaag gaan we pad in noodroef 1 en 2 met alweer de Duitse brandweer, want er is blijkbaar iets misgegaan en ik zag het net en ik heb eigenlijk geen zin om weer die Nederlandse dingen te installeren. Dus vandaag weer even met de firewall. Voordat we beginnen wil ik even jullie iets vragen om even te kijken in de beschrijving. Daar staat namelijk een soort poll. Daar kun je antwoord geven op een vraag die ik daar stel en die vraag zal zijn of jullie... hoe het verder moet met Noodroef, het spel, de opnames. En daar heb ik een bepaalde keuze in. Tot een vriend van mij Noodroef zal gaan opnemen voor mijn kanaal en dat uploaden. Of dat ik Noodroef moet blijven uploaden, maar dat ik dan wel veel minder ga uploaden. Zoals ik nu al doe, 1 keer in de 2 maanden misschien wel. En hij misschien eens 1 keer of 2 keer in de maand. Of helemaal niet meer. Geen Noodroef meer. Ik zal binnenkort ook, of binnenkort, dat zal pas vanaf juli ingaan. Dus tegen die tijd krijgt hij zijn nieuwe computer, begreep ik. En ik zal binnenkort, of ja, wederom dan in juli, met hem ook een paar opnames gaan doen. Misschien, heel misschien een Noodroef, maar ik begrijp nog steeds dat Noodroef een beetje multiplayer bagger is. Of dat is, what the fuck zijn we? Dat is het laatste wat ik daarvan weet. Einsatz. TLF 2. Ja, en ik vind het gewoon niet meer zo leuk, omdat ik vroeger, of ja, ook weer een tijdje terug dan, niet zo heel lang geleden, nog met mijn stuur kon spelen. En nu is dat stuur ook, dat doet het niet meer. Dus ja, nou wacht, we gaan... Dus ja, dat is een beetje minder. Dan vind ik het ook veel minder leuk om daarmee... Oh, wacht, ik moet de motor natuurlijk aanzetten. Dan vind ik het veel minder leuk om daarmee te spelen. Of zonder stuur te spelen. Kijk, voorrang, dankjewel. We gaan even prio 2 naar een kleine buitenbrand. Dus laat maar even weten of hij toestemming van jullie heeft. En dan, ja, dan merk ik ook of het gewoon ligt tot ik, dat jullie leuk vinden dat ik het speel. Of dat jullie het spel gewoon leuk vinden. Dat zien we dan wel. Wou ik nog iets zeggen? Ja, dus even in de beschrijving staat die poll. En nu zijn we onderweg naar een buitenbrandje. En dat is hier. Oh. Oh, dan moet ik zeker de weg gaan afzetten helemaal. Voordat we kunnen plussen. Oh, toch wel. Oh. En dan moet hij hier en helemaal daarachter zeker. Maar dan mag jij het hier mooi gaan doen. Zo. En dan allemaal voor zo'n brandje. Pomp bedienen. Mijn collega. Ik zal even snel blussen. Eens kijken of we een brandblusser hebben. Ja, die hebben we. Kijk of dat ook iets kan. Oh, het wordt alleen maar groter. Dat deed dan ook geen zin. Zo uit. Ah. Zo uit. Zo, pakken we deze weer en dan hebben we de eerste melding afgerond. Dan gaan we nu naar de kazerne. Hallo, waar gaan we heen? Hallo, hallo.
Ben jij dronken of zo? Ah. Ah. Oké. Nou, we gaan rechtsop. En dan links. Duurt lang. Dat is goed, ik pak hier even zo deze bocht en dan zijn we er al. Zo. Eerste melding afgerond en ik zie jullie bij de volgende, als die er nog is. We gaan er wel vanuit. Tot zo. Eerste pre-way melding van de dag is een ongeval met letsel en beknelling. Verkeersunfall VU3. Einsatz voor LF24. RTW1. NEF1. Samen met de RTW en de NEF, oftewel de ambulance en de noodarts, gaan we daar naartoe pre-way. Voor een A1. Vol? Ja, vol. Ik laat hun even voorop. Ja, ze kwamen toevallig eruit uitgereden, dus ik dacht dat die wil doorrijden. Heb je zo'n bussie? Rij zo fucking langzaam! Plaatsen. Zo. En eens even het gebied veiligstellen, of afzetten eigenlijk, dat we hier een veilige werkruimte hebben. Dat hebben we nu. Gaan we nu de motorkap openmaken, zodat we de accu kunnen uitschakelen of zoiets om vervolgens veilig te kunnen werken. Zo, die hangen we even terug voordat we die kwijtraken. Dan pakken we nu alle wielklemmen of zo'n wielblokken en dan kun je die onder de autobanden zetten zodat de auto geen kant op kan. In Nederland wordt het gedaan met houten blokken die ze dan hier zo daar en daar en aan de andere kant de onderin slaan of trappen en dan kan de auto ook geen kant meer op. We gaan eerst proberen of we met dit ding de deur open krijgen, maar dat gaat niet lukken.
dus gaan we met de spreider doen. Zo, de deur is open. Ik weet niet of het slachtoffer dan bij... Ja, het slachtoffer is bevrijd uit het voertuig. Wij kunnen opruimen en we kunnen retour als mijn collega hier de olie die heeft gelekt opgeruimd heeft. Of moet ik dat doen? Nou, hij pakt de bezem. Goed zo. Ah, ik moet nu die pakken. Oké. Okay. Slachtoffer blijft hier zo staan, dus ik weet niet of die mee moet of gaat, maar de ambulance is geloof ik ook wel ingestopt en rijdt weg. Nou, hij hoeft niet mee. Wat is hier aan de hand? Oh, oeps. Is gewoon ontzettend druk. Vrijstelling. Oh, nou, oké. Okay. We zijn in ieder geval er langs. Ik dacht dat er iets was gebeurd. Dat het verkeer vast stond. Maar het was gewoon druk. Die spiegel staat niet helemaal chill daar. Ja, misschien is dat bij een vrachtwagen anders. Maar ik dacht altijd dat je de zijkant wel moest zien van je voertuig. En dan bij een auto moest je de deurklink kunnen zien of zoiets. Maar goed, dat zal hier dan anders zijn. Ik, ja, de ambulance en de noodarts zullen ook zo terugkomen. En dan zie ik jullie zo meteen weer bij nog een melding. Of niet, waarschijnlijk wel. Sowieso wel. En dan zorg ik er wel voor. Nou, tot zo. Achtung, brandschutz. Hey, wij gaan naar een pre-wane melding. Een mogelijke gebouwbrand. Gaan we even vanuit. Mensen bellen voor een rookmelder die in een woning afgaat. En ja, omdat niemand thuis is en geen gehoor is, wordt er even uitgegaan van een woningbrand.
Oh jongen, wat. Echt waar, die kunnen niet rijden. Zo, alles gaat uit, blauw uit. Sirenes, ze zijn al uit. Ja nee, lekker man. We zijn de woning binnengekomen. Hallo? 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 Zo, niks, geen brand. Klik. En we retour. Oké. Bleek geen brand te zijn, ook geen bewoners binnen. Dus wij gaan alvast retour, terwijl de rest nog opruimt. We kunnen nog niet retour, dus we wachten even tot de rest heeft opgeruimd. Jongen, what the fuck heeft deze. Wat heeft dit spel toch de hele tijd met dat je niet wegkomt? Nou, ik kan niet rijden. Nou, hij kan wel rijden. Maar ja, nu komt die autoladder dus niet terug op de kazerne en krijgen we geen nieuwe melding. Dus wij rijden terug naar de kazerne. Ik vind het helemaal goed geweest voor vandaag. Laat ons daarom even weten wat jullie van die poll vinden. En ik zie het de antwoorden wel verschijnen. Onderweg naar de kazerne, ja, er zal niet veel bijzonders gebeuren. Dus jullie kunnen in principe stoppen met kijken. Voor de mensen die wel nog graag willen zien hoe ik hem perfect inparkeer. Die kunnen blijven kijken. En die kunnen genieten van een beetje stilte als ik daar naartoe rijd. En uiteindelijk dus dikke parkeerkunsten. Voor de mensen die stoppen, tot de volgende video. En veel fijn weekend of week of wat het ook is, ik weet niet. Doei! Zo, voor iedereen die nu nog keek, shout-out naar jullie en tot de volgende. Doei!